Yo mensen, jullie gamen, leuk jullie weer kijken naar deze nieuwe episode van Skyblock met Job. Deze video gaan wij gewoon weer lekker verder waar we de afgelopen keer waren gebleven. Ik ga gelijk even in het kort vertellen wat we de vorige episode hebben meegemaakt. De vorige episode hebben wij deze lange brug gemaakt die ervoor moeten zorgen dat er hier mobs op gaan spannen. En raad eens, het is effectief, want de vorige episode zijn hier twee skeletons op gespand. Jammer genoeg hebben wij ze op de verkeerde manier vermoord, waardoor we geen mob drops hebben gekregen. Maar hey, kijk even vanaf de zonnige kant. We weten in ieder geval dat het ding werkt en we weten dat we daar dus elke avond gewoon een beetje moeten staan kijken. Zo van, welke skeleton kunnen wij ze even gaan betasten. Ja, dan weten we dat in ieder geval. In ieder geval, jongens, welkom terug bij deze nieuwe episode van Job. Wat was het ook weer? Oh ja, laat maar. Skyblock met Job. In ieder geval, welkom terug. En wat gaan we deze video doen? Ik zit eraan te denken om deze video sowieso die brug even wat uit te breiden. Misschien wil ik hem ook nog iets breder maken, want het is nu zeg maar één breed. En dat vind ik een klein beetje te krap, zeg maar. Dat is ook iets moeilijker om mobs te killen. Want zeg maar, als je hem drie breed zou maken en je zou er fences omheen zetten en dan spannen dan mobs, dan kun je ze veel makkelijker, dan kun je veel makkelijker tegen vechten, om het even zo te zeggen. Dus dat lijkt me wel een goed idee om dat te gaan doen. In ieder geval, ik wil je gelijk even vragen om op een blauwe duimpje omhoog te klikken. Dat motiveert mij heel erg om verder te gaan met wat ik doe. En ik zou het echt super dope vinden om te zien dat jullie even lekker veel blauwe duimpjes achterlaten op deze video. Dus laat even een blauwe duimpje omhoog achter als je dat niet gedaan hebt. Dat zou ik echt super dope vinden. En dan gaan we lekker verder met Skyblock met Job. Dus wat ik wou doen, ik wou die brug drie breed maken. En dan wou ik zeg maar ventures eromheen gaan doen. Zodat als die mobs te spannen, dat ik ze wel kan killen zonder dat ze er ook daadwerkelijk afvallen. Ik denk dat ze nog wel gewoon kunnen spannen zodra je er gewoon ventjes omheen zet. Dat is dus mijn hele idee. Ik denk dat het wel gaat werken. Wat we dus moeten doen. We moeten even lekker voor cobblestone kijken. Ik ga nu even gewoon voor 32. En zodra we dat hebben. Ah, dit gaat wel ook heel effectief. Effectief bedoel ik. En het wheat is ook alweer klaar. Dus dan kunnen we die seeds van het wheat kunnen we even daar zo gaan plaatsen. Dat is wel iets fijner. Dat moet helemaal goed gaan komen. Ik ga gewoon even voor een stack. Dan kan ik namelijk die brug even goed uitbreiden. Dan kunnen we die even drie breed maken. Dan doe ik een fence omheen. Ik kan eigenlijk ook cobblestone walls omheen. Dat is wel iets goedkoper. Want hout is wel iets moeilijker te krijgen. En ik weet nog steeds niet of het op die manier werkt, het hout. Daarom wil ik wat bone meal hebben. Dan kijk ik gewoon even hoeveel... of het werkt met bone meal. Als het niet werkt met bone meal, weten we in ieder geval dat het op die manier niet kan. Ik hoop het eigenlijk wel. Ik geloof het wel, maar ik weet het niet zeker of het op die manier kan. Of je op die manier een boom kan krijgen. Ik denk het achteraf gezien niet. Anders was hij er waarschijnlijk al lang wel geweest. Maar ja, je weet het maar nooit. We gaan even snel voor de stack. Dat we in ieder geval even snel die brug 3 breed kunnen maken. Dat zou namelijk al heel erg veel schelen als je het zo bekijkt. Dus laten we dat eerst maar even gaan doen. Zo. Hoppakee. Ah, het gaat nog goed, jongens. We moeten nog even 14 erbij hebben. Nog 13. 12. Oh, nog 11. Oh, kut. Oh, nog veel minder nu. Oké. Okay. Oh, kut. Wat doe ik? Oh, die was toch al bijna klaar. Nee, ja, maakt niet uit. Dan kunnen we het in ieder geval even op de goede plek nu doen. Ik wil het namelijk liever allemaal even bij elkaar hebben. Dat is wat effectiever naar mijn mening. Zo. Oh, het werkt! Fuck yeah! Oh, nu ik dat weet, kan ik echt veel makkelijker farmen. Oh, jongens, meisjes, dat heb ik echt nooit geweten. Dan kunnen we veel makkelijker farmen. Dan kunnen we echt zoveel bomen tegelijk farmen. Dat had ik echt nooit geweten. Dat is fucking awesome dat ik dat nu weet. Dan gebruik ik dit puur voor de farm. En dan kan ik dit dus allemaal weghalen. Ik wist echt niet dat het op die manier kon. Maar dan weten we dat nu in ieder geval. Oh yeah, dan heb ik namelijk een goed idee. Dan doe ik namelijk zo. Dan doe ik cobblestone, dirt, cobblestone, dirt, cobblestone, dirt. En dan doe ik een hele lange tijd door met allemaal bomen erop. Of gewoon cobblestone, 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 dirt, cobblestone, cobblestone. Oh, dat is zo awesome, hè. Dan krijgen we echt een fucking huge bomen farm. Dat is fucking awesome. 61, 62, 63, 64. Oké, nu gaan we deze dus even uitbreiden. En dat doen we even zo. En ik geloof dat we dit wel halen zo. En ik doe het gewoon even op deze manier. Dan gaat dat ook kut. Dan gaat wat sneller. Dan hebben we in ieder geval alle kanten in één keer even gedaan. Zo, te gek. En dan aan deze kant. Hop, 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 hop. Hoe kan ik dat het best doen? Denk wel gewoon zo, toch? Ah, vast wel. Hoppakee. Dan kunnen we in ieder geval zo meteen, komen hier wel iets meer mobs. Ik zit er ook aan te denken om iets met cobblestone walls te doen in plaats van met fences. Want cobblestone walls, dat kleedt iets mooier aan, denk ik, dan fences. Want fences is meer voor dieren. Waarom gaan, ja, laten we gewoon alleen nog maar cobblestone walls gaan doen. Voor het breed en zo. Dat is misschien wel fucking awesome, want daar kunnen dieren geloof ik ook niet omheen. Of mobs, of wat dan ook. Dus dan kunnen we ook makkelijker die dingen killen, die mobs. Ik weet niet hoeveel we ervoor nodig hebben. Je krijgt best wel veel cobblestone walls in vergelijking met dat je fences krijgt voor sticks. Dus laten we dat gewoon op die manier doen. Kijk, nu hebben we dit. En het is inderdaad niet heel erg, ver of zo. Of groot, maar dat maakt niet uit. We breiden het nog heel even uit. Kijk, dit ziet er goed uit. Ik ga trouwens heel even eten. Want ik heb honger, dat is niet goed. Zo. Hoppakee. Ah, die melons zijn echt zo non-effectief hè, voor honger hebben. Maar ja, dat is geen probleem. We gaan even het hout hakken, want dat zien we nu hier ook staan. We kunnen daar gelijk weer even een andere sapling voor in de plaats zetten. Ik wist echt dat het zo effectief was, jongens en meisjes. Ik had het echt niet verwacht. Dat is wel super chill dat het werkt, dit. Dat is echt dan een beetje. Dit is dan echt de beste manier, naar mijn mening, om bomen te farmen. Dat is echt fucking awesome. In plaats van allemaal dirt. Want je hebt dus heel erg weinig dirt, dus dan kun je het beter op deze manier doen. Tenminste, dat denk ik wel. Oké, oh, fucking nekpijn nog steeds. Maar dat maakt me even niet uit. Wat ga ik doen? Ik ga hier denk ik even een bird, lekker spruce wood doen een keer. Of niet?
Heb ik nog een... Hier is nog een acacia. Ik zal dit even laten droppen eerst. Laat ik dit me eerst even lekker droppen. Speel ik op hard. Ik speel op normaal. Dat is goed. Kan ik dit nu pakken, toch? Wow. Kijk dan, jongens. Dat moet je allemaal net weten. Allemaal gratis dit, om het even zo te zeggen. Dat vind ik echt fucking awesome. Nu heb ik weer 4 dirt erbij. Dat maakt in totaal alweer 9 dirt wat we hier hebben. Dan kunnen we echt een fucking huge. Kunnen we sowieso weer... Sowieso, kom maar hoor niet uit. Kunnen we sowieso weer 9 bomen van maken. Hoppakee. Zo. Te gek. Nu gaan we dus van die cobblestone walls proberen te maken. En dat is ook super chill. Ik kan in principe nog wel even ergens een dirt... Ja, dat doen we later wel zo. Zo, ik neem alleen even de tools mee die ik nodig heb, want voor hetzelfde ga ik een keer dood. Kan ik trouwens al een bed maken? 4, 8, 19... Nee, nog niet, maar dan moeten we snel een keer gaan doen, een bed maken. Dat hebben we echt nodig. Dan kunnen we in ieder geval een keer de nacht skippen. Dan kijk ik op dit moment niet wil, want ik wil... Ja, oh, dan kunnen we gewoon eens een keer wachten tot het bijna dag is. En dan gaan we snel slapen. Dan hebben we in ieder geval even een spawn point. Het is wel zo veilig, zeg maar. Dat lijkt mij tenminste wel, want nu zitten we een beetje... Als we nu doodgaan, weet ik niet of we hier wel terugspannen. Ik weet niet of de mapmaker dat zo heeft bedacht. Zo niet, nou, dan zijn we best de lul, snap je? Dan wil ik wel even voorkomen, zeg maar. Oké, okay, in ieder geval. 11. 12, oh nee, 12, 13 zelfs, awesome. Hoeveel walls kan ik eigenlijk maken? Ik ben ook, oh, fucking veel saplings. Dit gaat echt goed, jongens. We hebben echt lekker veel saplings. Het gaat helemaal de goede kant op. Je kunt 12 walls, dat is best wel veel in principe. Daar zijn we dus niet heel erg lang mee bezig. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat zit. Of ze daar wel tussen kunnen spannen. Dan kan ik echt heel erg makkelijk aan, ja, aan mob drops komen, om het even zo te zeggen. Dan maak ik gewoon een huge spanner. En we kunnen ook een soort van overdekt iets maken. Misschien spannen ze dan wel met nog meer. Maar laten we beginnen met ventures, denk ik. Lijkt mij tenminste wel logisch. Laat ik eerst maar even snel nog even een pickaxe maken. Laat gewoon even wat meer pickaxes maken. Zo, doen we dat gewoon even. Dat gaat wat sneller namelijk. Effectiever. Zo. Hoppakee. Hoppakee. Zo. Doe ik even hier één hierin. Zo. Maar met die cobblestone walls, als ik het overdek maak, dan is het helemaal donker daarbinnen. Dan spannen er waarschijnlijk nog meer. Dat is wel heel chill. We kunnen zelfs overdag mobs spannen. Hé, daar heb ik eigenlijk helemaal niet aan gedacht. Als we het helemaal overdek maken. Dat is misschien nog wel een beter idee. Laten we dat gaan doen. Dit helemaal overdek maken. Hebben ze gewoon een overdek winkelcentrum. Een winkelcentrum voor de mobs. Kunnen ze daar lekker hun kaas halen? Oh, dat is een fucking goed idee. Overdekt. We gaan het gewoon overdekken, die shit. Dat is denk ik nog wel een effectief idee ook. Dan doen we zeg maar... Oh, dat gaat wel lang duren natuurlijk. Maar dat is wel denk ik heel fijn. Of we kunnen ook gewoon één... Ja, dat kunnen we ook doen. Als we nou gewoon hier... Dit even heel breed maken hier zo. Zo. We hebben ze zo, een soort van enorme huge spanplek. Dan spannen ze in ieder geval in het donker. Laten we dat doen, jongens en maatjes. Laten we dat gewoon gaan proberen. Die cactus daar is trouwens ook weer gegroeid. Dat is ook heel mooi. Laat ik die ook maar gelijk even gaan afbreken. En er is weer een sapling gevallen. Hey, kijk, dat gaat ook de goede kant op. Doen we dit even zo hierin. Ik heb hier nog... Ja, ik heb natuurlijk al die spanex nog. Maar ja, daar wacht ik nog even mee. Dit gaat goed, jongens. Ik had echt niet verwacht dat het werkte. Maar het werkt dus wel gewoon. En het wordt ook weer nacht. Dan zouden zo meteen wel weer lekker veel mobs gaan spannen daar. Ik ben wel benieuwd. Daar wil ik nog wel even meemaken deze episode. Want ik ben er echt heel erg benieuwd naar. Maar we moeten dus even lekker veel cobblestone hebben. Zodat we in ieder geval dat een klein gedeelte ervan overdekt kunnen maken. En dan kunnen we daar mobs in spannen. Hebben we endermans nodig? Ik geloof het eerlijk gezegd niet. En ja, ender pearls. Zijn die chill? Nee, die zijn niet chill. Daar hebben we helemaal niks aan. Tenzij je het met villagers zou kunnen ruilen. Eigenlijk moeten we een keer villagers hier mogen spannen. Dat zou fucking awesome zijn. Nee, dat hoeft helemaal niet. Want als we... Oh nee, tuurlijk wel. Want dan moeten we eerst een golden apple hebben. En een golden apple zou het kunnen. Als we nou een potion of weakness hadden en een golden apple. Als ik... Misschien doe ik dat nog wel eens een keer. Gewoon twee villagers spannen. Of nee. Wacht, ik bedenk me opeens iets. Je kan. Een villager farm maken. Wat als we dat nou hier gaan maken? Een villager farm. Wat je daarvoor nodig hebt zijn deuren. Twee iron doors. Nou, die span ik dan wel gewoon. En voor de rest alles doe ik dan gewoon zelf. En dan kunnen hier zeg maar uiteindelijk villagers spannen. Ik heb daar namelijk laatst een ontwerp van gekregen door een kijker. Als we dat nou hier gaan doen, dan hebben we gewoon een villager spanner. En dan kunnen we misschien nog dingen ruilen met die villagers. Wat het toch nog even iets leuker maakt. Bijvoorbeeld melon of iets in die trant. Misschien wel wol. Misschien wel... Emerald. En dan, als we dan weer emerald hebben, kunnen we dat misschien wel weer ruilen voor eten. Misschien wel voor ice of energy. Ik heb geen idee, maar wie weet, weet je wel. Dat zou fucking awesome zijn. Nou oké, okay, ik heb lekker veel... Ik moet wel even een beetje in de gaten houden dat er geen mobs gaan spannen. Dat is een beetje gevaarlijk nu voor mij. Ik ga gewoon de hele nacht even door met het hakken van cobblestone. Tenzij er zo meteen een mob spant. Daar ga ik wel vanuit. Er is trouwens ook weer een melon gespant. Fucking awesome. Ik vind deze serie alsmaar leuk worden. Ik krijg telkens leuke ideeën. Die villager farm vind ik heel leuk. Moeten we ook nog een keer achteraan gaan. Maar laten we beginnen met een mob ding. Kijk, eigenlijk even een boek moet ik maken, weet je wel. Ik even opschrijf mijn ideeën. Dat moet ik eigenlijk even gaan doen. Of een objective board, jongens. Dit is ook weer een objective. Maar een objective board is wel belangrijk. Want dan kunnen we al onze objectives opschrijven, zeg maar. Ik ga gewoon even voor de stack nu. Zo. Hoppakee. Ik zit even te kijken, want ik hoop dat er zo met de mobs gaan spannen. Ik hoop het eerlijk gezegd wel. Misschien als je er naar kijkt, lukt het niet. Ik heb geen idee. Ik wil in ieder geval even snel de 64 halen.
Hoppakee. 61. 62. 63. 63. 64. Ja, er is eentje gespant. Awesome. En een skeleton. Dat gaat de goede kant op. Dood. Hij daar moet even naar mij toe zien te krijgen. Hem moet ik even naar mij toe zien te krijgen. Kom. Even kijken. Hij moet even hier ongeveer komen. Twee zelfs. Dat is klasse. Oh nee, kom hier. Oh, wat doet hij nou? Sukkel dat hij er is. Oh, fuck. Dit kan niet. Dit moet even heel even wachten. Dit gaat niet helemaal goed. Wacht even hoor, want ik weet niet of we een spamplek hebben. Dan moeten we misschien stoppen met de serie. Holy shit, jongens en meisjes. We moeten eerst even rustig eten. Want dit is best wel effectief, maar er kwamen er veel te veel. Daarom moeten we dus walls eromheen zetten. Als we dat nou even heel snel doen, dan kunnen we dat even... Want dit is echt heel moeilijk. Ja, we moeten even fucking veel walls maken. Want dit is zo effectief, hè. Zo. 30 walls. Ik denk echt dat dit heel erg werkt. Als we dit nou gewoon zo doen. Oh, kut. Beginnen we even hiermee. Die walls hakken we wel weer weg. Maar het is in ieder geval even voor de komende nachten. Zo. Dan ga ik even snel eten. Sorry dat ik het even papier opzet. Normaal gesproken wou ik dat eigenlijk niet doen. Maar het ging erom. Als ik een spamblik zou hebben, zou ik het niet erg vinden. Maar ik wist niet zeker of een spamblik had. Anders zijn we echt een lul. Oké, daar gaan we. Bam. Hopelijk werkt dit. Ik weet het niet zeker. We zullen het zo wel zien. Ik hoop het eerlijk gezegd wel. Dan kunnen we namelijk op deze manier heel erg makkelijk aan mop... Ja, het werkt. Hij spant er alleen achter. Dat is kut. Moet ik even heel snel... Oké, nu komt hij hier naartoe. Dan kan ik hem heel makkelijk killen. Kijk, nu kan ik hem killen. En als hij nu al dropt, dan is het van mij. Oh yeah, hij heeft bones. En niet zo'n beetje ook twee. Dat is awesome. Ik laat het gewoon openstaan dit. Dat is goed. En dan kunnen ze in ieder geval vanaf die kant kunnen ze hier naartoe lopen. Want ze spannen natuurlijk op het grote platform. En dan moet ik eigenlijk zo meteen... Moet ik dit, het hoeft niet eens overdekt te zijn. Als ik maar een heel groot platform maak van cobblestone... Kan ik nu al wel aan beginnen in principe. Nee, want het staat nu op hard. Dan kan ik dat helemaal met walls doen. En dan moet het gewoon goed zijn, denk ik. Dat moet het hem doen. Maak gewoon nu even lekker veel walls. Hoppakee. Oké, dat kan niet. Doen we het even zo. Oké, dit gaat goed, jongens en meisjes. Ik had niet verwacht dat het werkte, maar ze hebben een overdakt... Ze is niet echt overdakt. Of overdekt bedoel ik. Overdakt nog wel. Job, lekker bezig. Zo. Oké. Melons. Zo. Ik denk dat ik dit het best voor de farm even kan gebruiken nu. Zo. Heb ik nog een... Ik moet even snel mijn hoe hebben. Kan ik die farm even snel wat uitbreiden nu? Hoppakee, dope. Oké, er komt ook weer een zombie achter me aan. Oh, heel veel creepers daar. Kijk, die kan ik nu allemaal naar me toe laten komen. Mob Weaving staat aan. Moet ik wel even rekening mee houden. Snel. Kut, dit is moeilijk. In het water doen ze niks, toch? Oké, dope. Ze zijn dood. Oh, heel veel zombies. Oh, dit is fucking moeilijk eigenlijk. Dit is best wel retarded. Dat dit ding zo effectief werkt. Had ik niet echt verwacht. Zo. Ik hoop alleen meer op skeletons, eerlijk gezegd. Eten gaat er nu fucking snel doorheen. We krijgen wel heel veel XP. Ik vind dat ik bij de 30 XP wel een enchanting table mag krijgen. Kijk, nu kunnen die alleen maar achter me aanlopen. Snel. Oh, hij dropt niks. Dat is jammer. Maar het gaat goed, jongens. Deze mob van die werkt in ieder geval. Dat is mooi. Alleen we moeten er een beetje rekening mee houden dat er wel fucking veel spannen. Daarom moeten we het eigenlijk overdekken. Nou, overdekken hoeft niet eens zo per se. Maar we moeten het wel even wat groter maken. Maar dat lukt in ieder geval hartstikke goed. We hebben 3 weed op dit moment. Dus we kunnen eigenlijk al beginnen met het weeden. We hebben 5 weed zelfs. Oké, gunpowder, dit zo. Oké, dit gaat goed. Laat me anders even gaan vissen en anders dan ondertussen mobs komen. Dan kan ik die ondertussen wel even killen.
En dit is dus het hele idee. We moeten dan even rekening houden dat we dat ding even wat groter maken aan het eind. Dat we daar even een heel goed platform maken over kappen met van die dingen. Van die dingen, jullie snappen helemaal niet waar ik het over heb. Van die walls. En ik ga mobgrieving even uitzetten. Want als je hier met Skyblock is mobgrieving vreselijk. En mobgrieving uitzetten doen heel veel mensen. En ik doe het dus sowieso even in deze serie. Want we kunnen mobgrieving kunnen we echt niet gebruiken. Kijk, kijk hoeveel mobs er spawnen, jongens en meisjes. Ik heb opeens een fucking goed idee. Oh, dit is sick. Laat het even op normal houden in ieder geval, want dit is al fucking sick. Holy moly. Ah, die creepers zijn echt retarded. Oké, ik ben fucking blij dat ze zo weinig hebben voor... Kijk, dat bedoel ik dus. Daar moet mobgrieving dus even uit. Moet je daar cheaten voor aanzetten? Ik geloof het wel. Dan doe je... help. Kut, gelp. Help. Game rule? Ik weet het even niet meer. Game rule, ja. Doe mob spawning? Nee, mob spawning mag aan. Weet je, dat doe ik offscreen wel even. Is net zo makkelijk. In ieder geval, ik weet niet wat de fuck wel dat voor idioot geluid was. Maar oké. We moeten even wachten totdat de mobs gaan spawnen. Maar in de tussentijd wil ik heel even snel het gat daar maken. Want ik zie mezelf daar geheid invallen omdat daar een gat is. Maar we doen mobgrieving er sowieso even uit. Want we kunnen mobgrieving op dit eilandje totaal niet gebruiken. Wat jullie zeer waarschijnlijk ook zelf wel snappen. Want omdat het dus al zo'n klein eilandje is. Dan is het dan zometeen ook nog of een blokje. Het is ook niet voor niks mijn blokje. Als dan zometeen straks ook nog een creeper op ontploft. Dan is alles in één keer weg. Dus dat wil ik gewoon even voorkomen. Dat bedoel ik dus. Hier zijn er ook weer fucking veel mobs. Ik heb die spin en glow nodig. Maar die kan ik wel killen in mijn eentje. Zo. Gunpowder kunnen we jammer genoeg ook niks mee. We kunnen er TNT mee proberen te maken, maar dat heeft niet veel nut. Oeh, een appel. Dat heb ik echt. Het is de eerste keer dat ik een appel krijg. Oh my god, een appel. Hier op Doma Gamer. Dat is zeer speciaal. Nee, dit is het ongeveer wel, denk ik. Ik denk dat we het hier maar even op moeten houden. Dus jongens, allemaal weer bedankt voor het kijken van deze nieuwe episode van Skyblock met Job. Ik ga mobgrieving offscreen even uit. En dan gaan we de volgende episode verder. Wat we moeten doen is, we moeten dit groter maken, dit platform hier, zodat daar mobs kunnen spannen. En dan hebben we dat ook maar weer gehad. Dus allemaal weer bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter als je dat nog niet gedaan hebt. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zeg ik ciao.